Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En als het goed is, zijn mijn lags verholpen. Dus laten we het hopen. Bedankt. Ja, laat maar. Oh ja, en bedankt. Als iemand een iets weet voor Bram speelt op zondag, want Crash Tastics, dat is even gesloopt. Doet het niet meer. Bram heeft Crash Tastics gemold. Nee, hij loopt vast en de auto heeft dan weer een afwijking. Wil ik het veranderen, dan loopt hij vast. En dan druk ik op play en dan loopt hij weer vast. Ja, en dan gaat de auto weer helemaal naar links en zo. En dus als je een spel weet of iets, of map, of weet ik veel, gewoon achterlaten. Als je een spel weet, laat het achter. Zolang of een map. Of een map, of iets wat jullie graag willen zien. En dat was het dan. Nou, dat was het. Dan kunnen we er weer gaan. Bedankt voor het kijken. Nee, we hebben nu op zaterdag Trails Evolution. En je zou zo goed als gewoon elk spel kunnen opgeven. Dus, Nee, kan dat? Ja. Dus bedenk iets leuks. Kan mijn videokaart dat? Oh ja. Daar had ik niet aan gedacht. Ach, Black probeer Ops... niet een te zwaar spel. Ach, nee, maar weet het? Black Ops 2, dat werkte wel. Weet je nog, toen het gratis was met Steam. Ja, maar kon je het toen ook opnemen? Ja, oh. Daar gaat het niet om. Ik bedoel, Crash Tastics, dat is al... Ja, dat is gewoon een spel. Oké, wat zal ik gaan doen? Kasteel afmaken. Ja, geen zin in. Nou weet je, ik ga het kasteel afmaken. Boom, daar dacht je niet. Hè? Nee, ik ga de schapen eerst doen. Nee, ik ga het kasteel af. Nu wil ik het kasteel afmaken en nu laat... Nee, ik heb trouwens geen zin meer in het kasteel afmaken. Want je moet de schapen scheren, want heb je wol voor de kraampjes voor het kasteel. Ik heb geen zin in het kasteel. Moet je maar zin maken. Ik ben hout aan het hakken, ja. Even kijken bij de reacties. De laatste video. Wat is het? Wat hebben we de vorige part gedaan? Ja, de reacties doorgelezen. Daar komt het wel op neer, ja. Ja, dat maakt niet uit. Nee, we hebben een hele leuke part was dat, weet je wel. We heel veel gedaan hebben. Maak alsjeblieft een 10T-kanon. Ik zou hem zeker kijken. Als we een 10T-kanon maken, ik weet niet waar we die heen moeten schieten. Ik weet niet of dat het nuttig is om te doen. Oh ja, en je weet toch wel Roy? Dus Roy Games AD, weet je vast wel. Ja. En die weet wel hoe dat scorebord werkt. Ja? Oh, dan mag je... Ik had hem het gevraagd, alleen die snapt het ook niet. Iemand zou het een keer naar ons typen. Dat zal wel. Nee, maar ik had zijn serie gekeken. Die had wel... Nou, kijk zo'n filmpje. Die had wel zo'n scorebord met dads of zo. Dus misschien kunnen we ook iets... Nee, ik hoef geen dads. Nee, iets met kills en dads of zo. Dan. Nee. We zien wel iets. Verzinnen wel wat. Oh, ik ga een boot bouwen. Dat is een cool idee. Messimbel Hadje. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar hij had het idee om een groot schip te bouwen. En ik ga een groot schip bouwen. Maak dan eerst een haven. Ja, een haven. En daar kun je dan ook van weggaan. Ja, en ze hebben ook een haven bij het kasteel en een haven... En een haven voor ons huis, met het pad er naartoe. Ja, en gaf je ook een kanaal? Een kanaal naar het kasteel? Ja, maar... Hoezo moet ik een kanaal naar het kasteel gaan maken? Waar word je die haven? Want die haven van het kasteel... wordt is een beetje naast de gewone haven. Maar dat maakt niet uit. Wacht, nou ga je iets te snel voor mij. Ik weet dat het gebeurt al snel. Ik zag het maar, kom, dan gaan we even lopen waar, waar je die haven gaat maken. Dan snap ik het ook weer. Ja, ik even wat spulletjes dumpen. Ik ga even eten halen. Spulletjes dumpen, ik heb geen zin. Een flint, waar kan ik flint laten? Ja, in de gravelkist. Flint. We hebben ook al heel veel flint. We hebben huiskippen. Had die eieren dan in de eierfarm gegooid? Waar die hebben huiskippen dan? Die kippen zijn dood. Dus, oh nee, oh die leven nog. Volgens mij leeft de helft nog of zo. Het zijn er ook maar drie.
Ze leven in elk geval niet allemaal. Oké, okay, ga jij mee helpen bouwen aan de haven? Dan gaan we samen de haven bouwen. Nee, ik ga een pad bouwen. Ja, oké. Okay. Nee, ik ga een pad bouwen. Nee, oké. Okay, daar eerst bouw je een pad en daarna gaan we samen de haven bouwen, oké? Okay? Ik bouw het pad naar de strongel. We gingen jouw taak doen, maar ik wil weten waar de haven kwam. Oké, okay, volg mij. Wacht, ik probeer eerst hier uit te komen. Wat doe je? Ja, sorry. Oh. Je sprong er precies op. Anders kunnen de schapen hierin, wist je nog? Hop, dat is toch niet nodig. Weg ermee. Oké, okay, laten we gaan. Portje achter je dicht. Ja, kom. Mag even eten. Nee, ik dacht, als we gewoon hier recht door blijven gaan. Ja. Ja? We moeten hier ook een keer af en toe een lantaarnpaal doen om de 20 blokjes. Ja, nog meer. Nee, dat weet je af. Ja, hier naar links. Dan hebben we nog een extra pad. Ja, hier zo. Kijk, hier heb je zo'n mooie soort baai. En dat vind ik best wel een mooie plek voor een haven. Met de farmix help meespringen. Oeps, hier heb ik ooit zand gehakt voor TNT volgens mij. Nee, ik ook. Oeps, we hebben hier ergens anders, weet je wel, bij het kasteel heb je ook zo'n mooie baai met alleen maar... Ja. Het ziet er echt niet uit. Nou, dat gaat eerst mooi worden. We gaan, nou, daar gaat dus de haven komen, ja? Ja. Hier in het moeras kun je wel hout vinden. Oh, hier is ook alweer zo'n mooie... Kuil. Hier, ik geef jou hout voor de haven. Dan begin maak ik het pad wel even naar de haven alvast. Ja, yeah, cool. Dat is handig voor XP. Want ik heb XP nodig. Ik ben ergens voor aan het sparen. Ja, waarvoor dan? Ja, weet ik niet. Ik ben level 71. Nee, nog steeds? Ja. Kijk het nooit, dus ik weet het niet. Nog wat ijzer. Oké. Okay. Geen 2 minuten en ik zit al in de mijn. Hé, hey, daar is wat cool. Laat ik het mijnen. Hop, ik zit in de mijn. Leuk. Mijn. Maar ik kom hier vandaan. Fuck, ze zijn verdwaald. Nee, ik ken het nog. Ik weet het nog. Is dit alles? Oh nee, ik heb hier geen cool. Hier zeker niet naartoe komen. Ja, maar ik heb XP nodig. Ik kan level 72 zijn. Dan ben ik 72 levels hoger dan jou. Ah. Het is vervelend zijn als je hit the crown too hard. Daar zou ik wel van balen. Ik hoop nu dat er een XP-opslag iets komt. Zoals een van mijn tools op is, dat ik even nieuw kan maken. Maak gewoon een voorraad. Hé, ik ben buiten. Kom even naar buiten, dan hebben we nog wat gedaan deze part. Ja, ik kan hout hakken voor de haven. Ik heb hout voor en jou. En de boot. Het is leuker als je iets gaat bouwen dan als je iets gaat hakken. Oké, okay, waar ben jij? Boven. Ja, ik ben ook boven. Enter pijltje omhoog. Oh. Ja, geef me. Zo, fietje. Ja. Nee. Ja. Oh. Ja, je bent er. Wel de goede kant op kijken. Nou. Oké, okay, gooi maar. Mag ik hout? Ja, dit hout hoef ik niet. Nee, ik ook niet. Ja, dat is het goede spul. Dat is wel genoeg, toch? Weet ik niet. Ja, waarschijnlijk niet. Mag je zelf de rest gaan hakken. Ja, waarschijnlijk niet. Mag je zelf de rest hakken. Hoe ga je die haven... Hoe ga je die haven maken? Als ik daar achter ben, zal ik het je laten weten. Dit is zo'n lelijk pokkenschaap, maar ik omdat denk dat aan... ik met half slap, zeg maar, ga werken. Kijk, dit schaap, dat wordt niet mooi, omdat hij nooit aan land komt. Nou, eet de beest. Hé, hey, wacht. Nee, wil je shawarma? Shawarma! Auw, heb je veel... Hoe kan dat? Mag ik mijn boog terug? Oh, dat is je... Dat is, hè? Dat is mijne. Huh? Hoe kan dat? Ik schoot het op hem, maar je hebt de pijl in je hoofd. Ja, omdat ik hem sloeg, was hij rood. En als je rood bent, dan krijg je de pijl niet aan. Ik heb flamebow. Toggle. Downfall. Oh. Je moet echt komen als ik nou zo schiet, weet je wel, met mijn pijl en boog op de mobtrap. En dan hem raak. Dat het vuur dan op die mobtrap komt, dat die mobtrap smelt. En dan heb jij nog meer werk. Nee, dat moet niet. Nee, maar zo, dat jouw haven zo vliegt in de fik. Ja, en zo. Ik weet niet of dat slim is. Ik bedoel, ik heb power 3 erbij, hè? Wat? Ik heb power 3 op mijn boog nog, hè? Ik heb al te 4 op mijn toetsenbord. Die werkt, Ik heb Minecraft cracked. Ik kan gewoon inloggen op jouw account en jou doden. Gewoon in de lava springen. Jij wint altijd. Maar dan ga ik niet meer meespelen. Ah, jij hebt gewonnen. Wat? Heb ik gewonnen? Gelijkspel.
zal niet stoppen voordat ik heb gewonnen. Wacht, ik ga... Nee, dat moest je niet doen. Dat moest niet doen. Gewoon, ga gewoon je pad afmaken. Ik maak het realistischer. Ik probeer hier een haven te bouwen en die gaat niet mooi worden als jij hier bij me blijft in de buurt. Maar waar moet ik het pad nou beginnen? Begin het pad gewoon hier. Ja, doe maar. Er komen twee stukken waar je de haven op kan, zeg maar. En er komt daartussen een huis. Ik heb al helemaal een idee in mijn hoofd hoe het gaat worden, maar... Weet je, maak dat pad ook mezelf. Ik snap het nou ook niet meer. Ik maak het andere pad zelf wel. Ja, oké. Goeie. Anders krijg je hier ook zo'n vierkant pad. Ga jij nou maar naar de mobtrap toe? Daar moet ik langs. Kun je die lelijker maken? Oké. Oké. Met alle plezier. Waar je om vraagt, gebeurt ook, hè? Met lelijk maken bedoel ik niet ultiem lelijk. Wacht eens. Volgens mij heb ik een idee hoe we het hele pad de helft goedkoper kunnen maken. Hoezo dan? Ja. Asje, kom eens naar mij. TP is naar mij. Ik heb ineens een heel ingenieus plan. Ik zit hier toch vast op mijn 1x1 toren, dus. Ja, laat zien. Kijk, hè. Een half slap. Waar ben je? Waar ben je? Daar. Oh, ik zie je. Een half slap. Drie houten blokken is één half slap. En half slaps kun je zo neerzetten. Ja, maar dat kost je schep. Hoezo kost dat je schep? Ja, maar kijk, hier heb je ook weer nadelen van. Zoals? Kan je hier een sign op zetten? Oh. Het kost de helft minder hout. Ja. Het is slim. Ja, maar er past geen roos op. Ja, nee, maar ook niet op normaal hout. Dus doe dat nou maar. Dat is nog meer werk. Je bedoelt minder. Je mag het allebei doen. Het is alleen dat het hout bespaart. En dus ook eggs en diamonds en alles wat jij gebruikt. Het is toch wel een handig idee. Maar dat laat ik niet merken. Wat een kut idee. Ja, je moet altijd negatief blijven. Ja. Waarom komen we er nu pas achter? Omdat ik nu pas logisch na ga denken. Het is nog handiger, want de hopslaps die branden ook niet, weet je nog? Ja, oké. Ik weet het nog. Wat? Ja, ik weet het nog. Oh. Dat blijf ik de rest van mijn leven horen, hè? Oké, ik hou op. Voor hoe lang? Ik weet niet, als je aangereden wordt. Niet meer dan 3 uur. Na 3 uur hoor je het gewoon weer, hè? Wat bedoel je? Dan krijg ik het weer te horen. Nee. Nee, het is nu 8 uur. 11 uur hoor ik het weer van je. Ik hoor de hele tijd buiten een uil. Vet. Roekoe. Maak geen roekoe, maar een oehoe. Roekoe. Roekoe, ik ben een uil. Dat is toch een ander beest, roekoe? Dat is een duif. Mag ik ook een vervelend beest? Nee, power, dat zijn vervelende beesten. Oh. Tadaa, wat. Zoiets dan. Dat. Ja, dat. Ik hoor het nu al niet meer, omdat ik al een paar jaar elke dag een pauw hoor. Meerdere keren per dag. Maar kan je maar als er slaan? Iemand bij mij hier is, of die slaapt hier, die kan dan vaak niet slapen, omdat er... Nee. Nee, maar word je daar nog wakker van, s'nachts? Nee. Echt niet? Ik merk het niet eens meer. Oh. Ja, maar nee. Als jij in de zomer bij mij bent... Oh. Wat? Oh, jij zult er wakker van liggen. Nou, ik denk, niet dat we... ik denk toch niet dat we zoveel gaan slapen. Ik word altijd wakker als de zon in mijn ogen schijnt. Ah, ik heb dubbele laag zwarte gordijnen, dus ik denk niet dat er veel zon zal. Ja, en wie lag eronder dat het precies door het kiertje in mijn ogen scheen? Jij. Nee, joh. Mijn konijn. Ook misschien. Ook. Die lag ernaast. Een meter. Nee, die lag volgens mij bij jouw hoofdeind. Voeten. Was het 3:30 wou je gaan slapen?
Ja, rot. Houdt hij me wakker? Toen was het 5 uur toen we sliepen en wie kon er om 10 uur 's ochtends niet meer verder slapen? Dat was jij! Nou ja, om 9 uur werd je wakker. De zon! Hey, ik kan niet slapen! Ik denk dat je gewoon wakker werd gehouden door de pauw. Maar die ben ik alweer vergeten. De pauw die houdt mensen wakker. Nou ja, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar onze onzin. Luister de volgende keer weer mee. Luister de volgende keer weer bij onzin. Bramiek. Dit is echt heel slecht. Oh, we zijn slecht bezig. Ach, het is weekend, dan mag dat. Als je nog een idee hebt voor de haven, laat het achter bij de reacties. En ik wil Lars bedanken voor het verhelpen van mijn lek. Heeft hij wat tijd mee, is hij wat tijd mee bezig geweest. Heel erg bedankt. Hij heeft ook een kanaal, een gamekanaal. Die staat in de beschrijving. Dus als je even zijn kanaal zou willen bekijken en hem ook wat liefde gunnen. Waarschijnlijk is dat minder onzin dan wat wij hier uitkramen. Maar positief. Dus bedankt voor het kijken. Kijk dat kanaal even. En tot de volgende keer.